Yo, wat dan mensen? Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games for You. En zoals je aan de titel ziet, ga ik een Q&A maken op mijn kanaal natuurlijk. Ik doe het niet heel vaak, maar ik dacht van, weet je, ik ga het toch een keer doen. En ik vind het super tof om te doen. Dus ja, waarom niet zou ik zeggen. Trouwens, op de achtergrond gameplay zie je een nuke, een diatominizer natuurlijk op de map Precinct. Ik moest even nadenken. Met de NV4 Fallout. Ik zat hier even nog gewoon lekker te gamen. Ik moest daarna ook gaan. Dus echt gewoon mijn laatste potje. En ik haalde gewoon die nuke nog. Dus ik zat met Jeffrey in de party. Dus ja, geniet lekker van de achtergrond gameplay. En dan gaan we het gewoon een beetje hebben over dingetjes wat ik nog ga vertellen. Ik wil jullie super hard bedanken voor wat we deze week hebben gehaald. Het is echt holy shit insane. Ik wil jullie daar echt super hard om bedanken. Het is echt holy shit. Het is echt één grote motivatieboom voor mij. Het is echt holy shit. Door alle awesome nieuwe mensen vind ik het zo tof om op deze video's te maken. Je ziet ook echt dat ik gewoon veel upload. Ik wil het ook veel voor jullie doen natuurlijk. En ik vind het ook gewoon heel tof om jullie om gewoon video's van jullie te maken. En jullie vinden het ook. Hier ook trouwens de Diatominizer. En daarom wil ik ook even een Q&A terug doen voor jullie. Zodat jullie vragen die je over mij hebt kan stellen natuurlijk. Doe het hier beneden natuurlijk. En deze vragen onder deze video ga ik zoveel mogelijk beantwoorden in de Q&A. En ja, dat wil ik gewoon even gezegd. Dat wil ik gewoon even zeggen. En ja, dan zeg ik tot bij de Q&A. Het gaat waarschijnlijk over 2 dagen of 3. Waarschijnlijk 2 dagen online komen. Dus tot die Q&A. En natuurlijk komen er ook gewoon video's online. Dus ik zeg tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.